Op 17 oktober kregen politieagenten op deze plek te maken met extreem veel geweld. Na de wedstrijd NEC-Vitesse keerden NEC-supporters zich namelijk tegen de politie. Collega's kregen stenen naar zich gegooid en werden zelfs met complete boomstronken belaagd. De omvang en de heftigheid van het geweld waren groot. Meerdere collega's raakten licht gewond en zelfs paarden liepen verwondingen op. Dit soort geweld is onacceptabel. Daarom doen we uitgebreid onderzoek en op dit moment hebben we al bijna 40 verdachten verhoord. Maar naar een aantal zijn we nog steeds op zoek. Gelukkig hebben we goede beelden, dus kijk mee en laat het ons weten als je iemand herkent. Job, vorige week zochten we dus al naar de identiteit van 7 railschoppers en toonden we ook hun foto's. En ik begrijp dat er goed nieuws te melden is. Ja, zeker weten. Na de uitzending van de afgelopen week heeft een aantal van de verdachten zich al bij ons gemeld. En daarnaast heeft ons opsporingsteam ook echt ontzettend veel tips binnengekregen. Dat is echt heel fijn. Dus we willen de kijkers ook hartelijk danken voor het meedenken de afgelopen week. Maar er is ook nog een aantal verdachten nog niet bij ons bekend. En die gaan we vandaag tonen. Ja, die verdachten die hebben allemaal een eigen nummer. En de personen die we tonen, die hebben allemaal geweld gebruikt of voorwerpen gegooid richting de collega's en de paarden. Kijk dus goed naar deze beelden en laat het weten als u iemand herkent. En uiteraard, het mag ook volledig anoniem. En de foto's die zijn op onze website terug te vinden om ze daar nog eens rustig te bekijken. Laten we nog heel even naar de verdachte kijken. Herkent u iemand? Laat het dan aan de politie weten. Dat kan aan de hand van dat nummer dat erbij staat. 0800 60 70, dat is de gratis tiplijn van de politie. Anoniem melden kan ook via mailt misdaad anoniem op 0800 7000.